Ja, lieve tuinvrienden en vriendinnen. En dan ineens is het zomer. We gaan ineens naar 25, 30 graden, maar wat betekent dat nou allemaal voor je tuin, hè? Want die tuin heeft het maar zwaar dit jaar, hè? Eerst heel veel regen, pioenrozen, de bloemen die kapot slaan, de rhododendronbloemen. Nou, voordat je het weet zijn ze vandoor ook helemaal kapot. En dan ineens denk je van, oh, maar nu gaan we planten water nodig hebben. Nou, daar gaan we het even uitgebreid over hebben. Alles wat je in een pot zet, of in een kuip, of je hanging baskets bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk gewoon meteen water nodig, hè? Dat heeft niets met het afgelopen half jaar te maken. Die moet je gewoon water geven. Niet eens over nadenken. Maar dan je tuin. Al die planten die in de volle grond staan, die hebben eigenlijk 6 maanden, ja, eigenlijk in een hele natte omgeving gezeten. Die wortels, sommige planten zijn ook echt verrot, dan zie je ze ook helemaal in elkaar storten. Maar wat ga je nou doen? Ga je dan denken van, hey, het is 30 graden, nou, laat ik dan maar weer eens water geven? Nee, laat die tuin maar even met rust. Hij is eigenlijk verzadigd met water. Dat begint nu op te drogen. Het verdampt en het zakt en de planten nemen het op. Dus dat gaat best wel redelijk snel. Maar dan mag je gerust een week mee wachten. En misschien wel 2 weken mee wachten, want op het moment dat het water, ja, verdwijnt uit die bodem, dan komt daar weer lucht in. Als er lucht in die bodem komt en die planten worden dus denken, hé, eindelijk even geen nattigheid, dan beginnen ze te groeien. Dan gaan ze zoeken naar dat water waar dat nog wel is. Daarmee creëer je meer wortels. Daarmee worden planten steviger, hè, geaard, zeg maar. Kunnen beter aan water komen en aan de voedingsstoffen komen. Dus als jij ze meteen weer water zou geven, op het moment dat jij denkt, oh, die grond begint nu wel op te drogen, dan verwenen ze te veel. Dan laat die grond opdrogen. Bodemleven komt weer, wordt actiever. De wortelvorming wordt actiever. De planten kunnen ook weer makkelijker hun voedingsstoffen opnemen. Want in die hele zeiknatte omgeving is dat echt niet eenvoudig. Dus laat het maar gaan. Ja, wat is dan het punt dat je zegt, ik ga wel water geven? Er komt natuurlijk een moment dat die planten wel water nodig hebben. Jij houdt dat in de gaten, in jouw tuin. En of dat nou op de zandgrond is, waar je natuurlijk iets eerder zal moeten beginnen, dan de kleigrond, wat later. Maar, jij houdt je planten in de gaten. Er zijn namelijk planten, zoals de vlomis, de hortensia's, de bamboes, dat zijn echt een beetje waterzuipers. Op het moment dat die zeggen van nou, hè, dan begint het blad begint slap te hangen, het wordt wat doffer van kleur. Of bij bamboes bijvoorbeeld begint dat blad te rollen, hè, dan zijn het geen lancetvormige blaadjes meer, maar zijn het eigenlijk meer naalden geworden. Dat is de cue dat je moet gaan beginnen met water geven. Dus check je planten, staan ze allemaal goed, geen water geven. Dus is er één bij die zegt, ja, nu ben ik er wel klaar mee. Dat is jouw moment om te beginnen met water geven. En je kan natuurlijk ook een gaatje graven en kijken of het nog vochtig is daar beneden. Oh ja, dat kan ook. Dat kan ook. Je kan natuurlijk gewoon even een gaatje graven en kijken tot waar dat nog vochtig is. Ja, dat klopt. Maar dan zelfs zou het kunnen zijn, zoals de vlomis, hè, dat weet je wel, Kaatje, dat is een hele mooie vaste plant. Maar die wordt dan natuurlijk maar zo diep. Terwijl een bamboe bijvoorbeeld wel zo diep kan wortelen, ik noem wat. Dus het kan zijn dat, ook al zou je een gaatje graven, bijvoorbeeld tot 40 centimeter diepte, en die is tot 20 centimeter droog en eronder zit vocht, dat die vlomis toch al een klein beetje zijn kop laat hangen. Dus jij gaat weer wat vragen, hè? Ja, dus resumé, wanneer moet je water geven? Op het moment dat jij de eerste planten droogteverschijnselen ziet hebben. Dus wat doffer, of wat gekruld blad, of wat slap hangend blad. Moet ik er nog één ding bij zeggen? De grassen kunnen echt nog wel wat langer zonder water. Die vinden het juist wel fijn als het wat drogere grond is. En ja, en warm, vinden ze lekker. Nu krijgen wij op ons YouTube-kanaal heel veel vragen. Nou, en sinds een paar dagen is het mooi weer. Wat gebeurt er? Gele vlekken in je gezond. Dooie plekken, bruine plekken, noem maar op. Krijgen we ook veel foto's van. En dat is bijna altijd schade van engelingen en of eemelten. Oh, dat is geen droogte. Nee, je denkt dat gauw. Maar wat is er gebeurd? Er zitten engelingen in jouw grond of eemelten. Die beginnen te knagen aan de onderkant van de wortels van de grasplantjes. Maar het heeft zoveel geregend dat dat gras eigenlijk maar een paar worteltjes aan een paar worteltjes genoeg had om lekker fris en groen te blijven. Terwijl er al heel veel stuk was onderin, maar dat zag je gewoon nog niet. Dat kan er al wel 1 of 2 maanden hebben gezeten. En nu met die droogte ineens
stort het in en zie je echt in een paar dagen al die gele vlekken. Nou, wat daaraan te doen? Eerst is natuurlijk zorgen dat je daar wat biobuk overheen spuit of giet. Dat die engelingen en die eenmaalt, nou ja, daar problemen mee krijgen, zeg maar. Dat laat je dan even een weekje gaan. Misschien spuit je het nog een keertje om even stevig aan te pakken. Dan komt er een moment dat de schade niet verder gaat. Dan haal je al dat gele gras haal je weg. Je hark het een klein beetje los. Je koopt een rolletje of één of meerdere van deze grasrollen. Het is een soort behang, hè, met allemaal graszaad eroverheen. Welke vorm van schade jij ook hebt. Je legt hem eroverheen. Je knipt dat uit. Klein beetje grond eroverheen. Hebben we een hele leuke video over trouwens. Beetje grond eroverheen. En met een paar weken zijn die gaten weer gevuld met nieuw mooi gras. En water geven. Ja, heel goed, Kaat. Die ja, vergeet ik, hè? Ja, dat wordt altijd ingestampt. Water geven. Ja, nee, heel goed, heel goed. Dit mag natuurlijk niet verdrogen. Want al die zaadjes die gaan ontkiemen, en dat worden hele kleine worteltjes. En die hebben natuurlijk ja, maar een hele kleine ruimte om aan water te kunnen komen. Dus dat moet jij absoluut geven. Dat gezegd hebben, Kaat, zal ik de sproeiers er even bij pakken. Ja, want ik wil toch een klein beetje aandacht voor onze sproeiers. Die hebben zo lang hebben die al in het magazijn liggen, want het heeft maandenlang geregend. Je hebt ze natuurlijk nooit nodig gehad. Ha, maar nu wel. Oké, we hebben een, ja, een 8-standen sproeier. Kijk, hoor even. Dat klinkt lekker, hè? Lekker geluidje. Ja, goed, jongen. 8 standen. Je hebt van een harde waterstraal tot een broes, tot een hele fijne nevel. Dit is om gas te geven, hè? En we hebben een traploos instelbare, ook weer. Met een mooi gaspedaal. En dan hier die kop, die draaien. En dan kan je ook weer van een harde straal naar een broes. Ah, dit is een handig dingetje. Hé, hey Jur. Ja? We krijgen ontzettend veel foto's en vragen van mensen die zeggen... ik had een hele mooie rozenstruik of een andere plant. En ineens, in één klap, geel en hij stort helemaal in elkaar. Ja, ja, er is links en rechts nog wel wat aan de hand, hoor, in de tuinen. Het kan verschillende oorzaken hebben. De eerste is de hoeveelheid vocht die er gevallen is. Met name bijvoorbeeld Portugese laurier, als die nog niet zo lang in de grond staat, dan ja, staat die ineens 6 maanden voor mijn part met zijn wortels in het water. Dan krijg je wortelrot en dan zie je zeker als hij nu om heel veel water vraagt, want hij wil verdampen die plant, dat hij dat niet trekt en dat hij geel blad krijgt, dat er zelfs gewoon ook planten afsterven. Maar dat is eigenlijk nog een beetje het gevolg van het te veel aan water wat we hebben gekregen. Dan is er nog de verwelkingsziekte. Met name grootbloemige clematissen die kunnen daar last van hebben. Wat gebeurt er? De plant staat in een arme grond, want dat is meestal de basis van het probleem. In te arme grond, zanderig, weinig voeding, weinig compost ook. En dan is er een schimmel die nestelt zich in de twijgen van de clematis. En die wurgt hem letterlijk. Die knijpt hem dan af op het moment dat die plant heel veel water en voedingsstoffen nodig heeft. Zegt het schimmeltje, ik ga je nu te pakken nemen. Nou, wat is er aan te doen? Nou, ten eerste moet je natuurlijk de groeiplaats, de stamplaats moet je verbeteren. Dus haal hem er dan maar uit van het najaar. Of dat zou je zelfs nog nu kunnen doen. Twijfelt je op met deze hitte natuurlijk. Maar dan moet een goede grond bij. Daar zet je hem in terug. Of je zet een nieuwe neer. Hij kan uit, want je knipt alles eraf, hè? Alles wat dood is, knip je helemaal weg. En de grond verbeteren, toch? En de grond verbeteren. Maar dan heb je kans dat die soms nog vanuit dat kleine stukje wat je hebt laten staan, dat die daar toch nog nieuwe scheuten uit gaat maken. Dit jaar misschien niet, maar dan zeker wel volgend jaar. Hij zal dit jaar wel een klein beetje terugkomen. Maar je hoeft hem niet per se meteen weg te gooien. Je kunt het ook nog even afwachten. Ja, en anders is het gewoon uithuilen en opnieuw beginnen. Maar dat is dus één van de redenen dat een plant in één keer in elkaar kan storten. Nou, dan heb je natuurlijk nog een gebrek aan voedingsstoffen. Want planten die wat wortelrot hebben gekregen of in een veel te natte omstandigheid staan, die kunnen slecht hun voedingsstoffen opnemen. En dan zie je dat in de verkleuring van het blad. Dat kan allerlei verkleuringen hebben. Dus ja, dat is gewoon voeden. Hè. Dat kunnen we niet vaak genoeg voor. Kijk even in de shop. We hebben tuinvoeding. Koop een emmer, gooi het erbij. Dan knapt dat in ieder geval op. En weet dat dit door de hoeveelheid vocht in je tuin een extreem slakkenjaar is, maar ook een extreem schimmeljaar. Dus als jij plant in de tuin waarvan je eigenlijk altijd al wel weet, de rozen of de krent of wat dan ook, de floksen, dat die een beetje schimmel willen, meeldauw of
echte meeldauw, valse meeldauw. Ga dan nu alvast spuiten met bioluis en schimmelweg. Dat werkt preventief. Dat is een bladversterkingsmiddel. Kunnen die planten heel goed gebruiken. En dan voorkom je in ieder geval die explosie van schimmel. Je zal het niet 100% kunnen tegenhouden, maar de planten blijven een stuk mooier als je dat erop spuit. Preventief dus. Hey Jur. Ja. Al die wurgende schimmels en krulziektes en verwelkingsdingen. Uiteindelijk begint het allemaal in de bodem, toch? Ja. Daar beginnen de problemen altijd. Hè? Dat heb je natuurlijk met een te natte grond. Het water kan niet weg. Nou, moet die structuur verbeterd worden. Dat heb je natuurlijk met die verwelkingsziekte. Dat is een prachtig voorbeeld natuurlijk. Dat die klimatisch ineens instort. Oorzaak, arme grond. En dan moet je ook nog weten dat... we hebben natuurlijk veel slakken, we hebben veel schimmels. Soms gebeurt het toch dat een plant ineens iets krijgt. Ook al doe je wel je best. Hè? Als je de grond wel op genoeg voedt met compost en dan nog eens kalk in de winter erbij enzovoort enzovoort. Dan nog kan het af en toe gebeuren dat er eens een keertje wat omvalt. Dat is ook een beetje de natuur die we hebben. Maar je kunt er zelf wel heel veel aan doen. Actief, preventief, hè? Curatief, zoals we dat zo mooi noemen. Dus veel voeden, bladvoeding, noem alles maar op. Hey, ik wil nog wel even wat zeggen. Ja. Het is wel echt supergroen in Nederland, hè? Ik ben er trots op. Ja, maar dat is wel zo, Kaatje. Ten eerste hebben we natuurlijk best wel een groen land. Ja, dat klopt. We hebben best wel aardig wat groen om ons heen. Als je dat vergelijkt met de zuidelijke landen bijvoorbeeld. Maar ook door al dat water wat is gevallen. Er is zoveel bladmassa aangekomen. Het is echt niet normaal. Dat zal jou ook in je tuin ook wel opvallen. Het is niet normaal zoals alles groeit. Maar dat gezegd hebbende, als het hard groeit, heeft ook weer veel voeding nodig, want je krijgt zwakkere planten, hè? Ja. Jurgen wil nog één keer zeggen. Nee, ik ga het niet meer zeggen. Dus, en vind je dit nou leuk om deze informatie elke week te krijgen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal. Kost je niks, je kijkt wanneer je wilt. En wij vinden dat leuk en jij vindt het ongetwijfeld leuk. Want dan mis je niks meer, want volgende week kan het wel weer stortregenen. Nou, daar gaan we het er zeker weer over hebben.